Dit was de oude, en dit is de nieuwe hoofdingang van het Maxima Medisch Centrum. Het ziekenhuis in Eindhoven heropende vandaag haar deuren. Want het eerste deel van een ingrijpende verbouwing is klaar. Eigenlijk vieren we vandaag. Uh, ...dat we een heel groot deel van die renovatie uh, af hebben. Uh, we noemen het een heropening, uh, maar we zijn helemaal niet dicht geweest als ziekenhuis natuurlijk. Maar uh, we markeren even dat, uh, ja, dat het nu uh, met onder andere een prachtig nieuwe entree... Uh, ...hier ja, een frisse en moderne uitstraling weer heeft. In totaal gaat het Maxima Medisch Centrum voor 20 miljoen euro op de schop... De ingang en de centrale ontvangsthal zijn dus klaar, maar aan onder meer verpleegafdelingen, polyklinieken en het buitenterrein wordt nog gewerkt. Volgens het ziekenhuis is de verbouwing noodzakelijk. De, de oude ingang had bijvoorbeeld echt niet meer de uitstraling van, van 2013. Dan kan je zeggen ja, hoe belangrijk is een uit, of in- en uitgang van een ziekenhuis. Maar, um, ja, mensen die toch al gespannen zijn om naar de dokter te gaan, vinden het prettig om in een fijne omgeving binnen te komen. En uh, ja, daarom doen we dit. Om de nieuwe ingang te vieren is vanmiddag een kunstwerk onthuld. Het duurt nog een paar jaar voordat alle verbouwingen klaar zijn.